Sail 2015 is weer afgelopen. De boten zijn weg. Of de tallships, zoals je dat moet zeggen. En ja, je kan wel zeggen dat het een groot, heel groot succes was geweest. Weinig problemen, weinig opstootjes, weinig gewoon. Het was een heel groot feest met, ja, eigenlijk wel, zolang als het bestaat, de meeste bezoekers heeft getrokken. En aan het eind, ja, nu zijn alle schepen weg, komt er toch weer iets naar voren. Want jawel, er waren toch wel wat incidenten geweest waarop geacteerd en gehandeld moest worden. En wat was dat incident dat Sail eigenlijk verstoorde? Dat was dat kinderen, ja ja, hele kleine kinderen die aan de kant limonade verkochten om een klein zakcentje te mogen bijverdienen. Die werden kei snoeihard aangepakt door, u kent ze wel, de bekende handhavers. Niet even een hand voor de ogen van, joh, het is een groot feest, ook voor de kinderen. Nee, er werd weer keihard opgetreden door de handhavers. Ouders boos natuurlijk, en terecht, want een feest moet natuurlijk een feest blijven. Maar voor, ja, je kan er wel over uitweiden, maar dames en heren, vaders en moeders van die kinderen, onthoud nou één ding. Voor die handhaver is het echt het hoogst haalbare dat hij een bekeuring kan geven. En wat is er nou mooier op een groot feest kinderen aan te pakken? En laten we het dan maar in deze spreekwoordelijke zin houden. Als handhaving die kinderen flink hebt aangepakt, in de plaats van dat u boos wordt, moet u maar denken, ach, een kinderhand is gauw gevuld.